onder andere arbo- en milieufunctionaris hier op het laboratorium van de Algemene Klinische Chemie van het AMC. En daarbij ben ik medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers. Nou, chemicaliën hebben wij opgeslagen in veiligheidskasten. We gebruiken daarnaast flowkasten en zuurkasten voor het gebruik van de chemicaliën. We doen het allemaal zo veilig mogelijk, maar ongeluk zit in een klein hoekje en er kan altijd wat gebeuren. Op elke werkplek waar chemische stoffen gebruikt worden, hebben we geprint en geplastificeerde werkplekinstructiekaarten staan. Eventueel uitgebreidere veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op de intranet-site of internet-site of de server van het laboratorium. We hebben op elke plek waar chemische stoffen gebruikt worden, hebben we speelkits staan voor als er wat gemorst is of als er wat gevallen is. Iedereen weet waar hij staat, iedereen kan het gebruiken. Er zit een Nederlandse en een Engelstalige gebruikserwijzing bij. En daar kunnen wij alles mee behandelen. Als er een ongelukje gebeurt, wordt er een BFV erbij gehaald. Bij elke toegangsdeur tot het laboratorium hangt een postertje met daarop alle namen van beschikbare BFV'ers. Zijn ze per telefoon bereikbaar. BFV'ers zelf hebben ook een kaartje bij zich met alle nummers van collega-BFV'ers. En zo kan iedereen op tijd worden bijgehaald. Kleinere hoeveelheden gemorste chemicaliën kunnen door onze lokale BFV'ers opgeruimd worden. Daartoe hebben we op elke werkplek een speelkit klaarstaan, een universele speelkit. Daarin zitten absorptiematerialen, materialen om het op te ruimen. En iedereen is daarmee geoefend en iedereen kan dat gebruiken. Bij grotere hoeveelheden gemorste stoffen of bij giftige stoffen, dan waarschuwen we via de meldkamer de calamiteitenploeg. Die verschijnt dan binnen een paar minuten ter plekke met groter materieel. En zij hebben eventueel aanluchtbescherming om het veilig op te ruimen. En wij kunnen hun dan informatie geven over de omgeving en de betreffende stof. Uiteraard wordt de ruimte bij calamiteiten ontruimd. Ventilatie wordt hoger gezet. Eventueel wordt het een en ander afgezet met lint en met kaartjes, waarschuwingskaarten. In lokale noodplannen staat van alles beschreven, de hele procedure, vanaf het begin van de waarschuwing tot en met het ontruimen en het ventileren. Mijn motto is, better safe than sorry. Als er dan toch wat gebeurt, dan kan je maar beter die zaakjes voor elkaar hebben. Ook dat is een kwestie van gezond verstand.